welkom bij een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we een heel mooi apart, maar natuurlijk bloemstuk maken. Dus laten we gauw beginnen. We gaan aan de slag met zo'n mooie takkenbundel. Die we gaan vullen met vaasjes en mooie plantjes. Dus ik pak hem er gauw bij en dan leg ik het stap voor stap uit. Ik heb hier alvast de basis, een hele mooie takkenbundel. Ik ga hem vandaag maken zonder lijm. Wil je dat echt goed stevig vastzit, dan kun je het eventueel nog extra bevestigen met bijvoorbeeld een lijmpistool. Maar voor nu is dat niet nodig. De flesjes ga ik er tussenin zetten. Omdat de takkenbundel mooi compact is, kun je hem er eigenlijk al een beetje tussen klemmen. En ik verdeel hem netjes over de bundel heen. Zoals je ziet heb ik hem nu op 3 plekken. Ik kijk even of de verdeling goed is. Deze zou nog iets kunnen opschuiven en je kunt hem er zo vast tussen zetten. Dan ga ik deze even vullen met water. Ik vul het even met een gieter. Goed, dan gaan we nu de plantjes ertussen verwerken. Hiervoor heb ik mooie rotsplantjes. Het blijft heel lang goed en kan zonder wortels eigenlijk verwerkt worden. En dat is ook het leuke eraan. Dit stuk is eigenlijk heel lang houdbaar. Je moet alleen af en toe de bloemetjes vervangen. Wat ook leuk is om bijvoorbeeld met kerst een keer een paar kerstballetjes ertussen te doen. Met paas en een paar eitjes. Dus je hebt heel lang wat aan dit stuk. Dan heb ik hier de kleine rotsplantjes. Daar haal ik gewoon de wortel van af. Dus ik draai hem langzaam rond. Zo. En zoals je ziet heb ik dan het losse plantje. En deze bevestig ik op dezelfde manier. Die leg ik er eigenlijk gewoon een beetje tussen. Die klem ik er ook weer tussen. En dat doe ik met alle drie de plantjes. Zoals je ziet heb ik ze verdeeld op 3 plekken tussen de vaasjes. Dan gaan we nu een stukje opvullen met Tillandsia en mos. Ik begin met Tillandsia, daarvan pak ik kleine plukjes en dan maak ik een beetje bolletjes van. En deze kun je er ook weer op dezelfde manier tussen drukken. Soms kan je daar, als je een flesje een beetje wiebelt, kan je hem daar iets mee vastzetten. Dit doe ik ook met de mos. Dus ook... Zoals je ziet heb ik nu echt al een hele mooie basis. Dan is het nu tijd om kleur aan te gaan brengen en dat doen we door de bloemen. Je kan hier elk gewenste kleur voor kiezen. Let wel op dat de bloemen niet te groot zijn. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een paar gerberaadjes. Net wat je zelf mooi vindt aan bloemen. Dus dat ga ik nu doen. Dan begin ik met de zuidenwindlelie, Ornithogale. Deze ga ik lang verwerken, zodat hij met het stuk kan meelopen. En aan het eind bevestig ik hem met een ijzerdraadje. Ik ben hiervoor maar een klein stukje nodig. En dat doe ik in alle drie de buisjes. Deze laat ik de andere kant op lopen. Nu gaat het flesje iets schuin staan. Dat is op zich geen probleem als het water er maar in blijft. En ook deze bevestig ik weer met een ijzerdraadje.
En dat doe ik ook met de middelste. En dan kijk eventjes waar ik die naartoe wil laten gaan. En ook deze bevestig ik weer met een ijzerdraadje. Zo, dat geeft echt een heel leuk speels effect. Net wat aparte. En dan ga ik ze nu toch wat extra kleuren aanbrengen. En dat doe ik door de Lysiantis. Ik gebruik een mooie paarse variant. Ik vind deze kleur echt prachtig. Zoals je ziet, een hele mooie heldere kleur. En die stop ik er wat korter in. Let wel goed op als je het stuk een paar dagen hebt staan, dat je af en toe eventjes de flesjes weer verder volvult met water. Zodat ze elke keer genoeg water houden. En dan ga ik ook nog een beetje roze gipskruid toevoegen. Dit doe ik ook wat korter. Ook dit geeft echt een heel mooi effect in je stuk. Stop ik er ook weer mooi diep tussen. En dit doe ik eigenlijk in alle vaasjes. Zoals je ziet heb je al echt al een heel mooi en apart stuk. Alleen ik wil hem nog net eventjes iets extra geven. Daarvoor gebruik ik gedroogde eucalyptus. Dit is op een speciale manier gedroogd en is wat donkerder. Het hoeft dus niet op water. En hetzelfde geldt voor deze mooie grasjes die ook gedroogd zijn. En die bevestig je eigenlijk op dezelfde manier tussen. Als het nou niet goed vast blijft zitten, gebruik je eventjes een ijzerdraadje. Ik gebruik de eucalyptus in stukjes. Je kan het dus ook prima bevestigen met een beetje lijm, maar dat is voor mij nu niet nodig. Je steekt eigenlijk gewoon zo tussen. En door het takkenbundel komt het eigenlijk al automatisch vast te zitten. Als je hem er goed in wegsteekt natuurlijk. Maar wil je hem nou echt gaan vervoeren, dan adviseer ik om toch een klein druppeltje lijm tussen te doen. En dit verdeel ik eigenlijk op dezelfde manier gewoon een beetje tussen. Voel daarbij goed of ik ze goed wegsteek, of ze goed tussen vast blijven zitten. Nou, prachtig toch? Ik ben hier helemaal blij mee. Het is echt even wat anders dan anders. Daar hou ik wel van. Dus als je echt van aparte stukken houdt, is het zeker de moeite om dit te maken. Vind je nou leuk om thuis ook zo'n stuk te maken? Alle materialen kun je bestellen in een cursuspakket. In de beschrijving hieronder vind je een linkje waar je dat kunt bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe filmpjes die ik maak. En daarmee help je mij ook. Dus dat zou ik alleen maar leuk vinden. En dan zie je me de volgende keer weer.